Himax kun je door een eenvoudig procedé verwarmen en vervolgens kun je het driedimensionaal thermoplastisch vervormen. Hierdoor ontstaat er enorme vormflexibiliteit. Ik ga je nu laten zien hoe je een Himax plaat kunt thermovormen in een schaal. Wat heb je daarvoor nodig? Uiteraard Himax, een mal van MDF of multiplex of eventueel aluminium. In dit geval gebruiken wij een multiplex plaat. Je hebt ook nodig een paar handschoenen, een verwarmingstafel, die zie je hierachter, en een vacuumpers. De eerste stap is het opwarmen van Himax. Zorg ervoor dat de folie is verwijderd en dat het materiaal waar het vacuumdoek tegenaan komt afgerond is. Nadat de oven op 157 tot ongeveer 168 graden is voorverwarmd, leg je het materiaal hierin. Met 12 mm Himax haal je het ongeveer na 30 minuten uit de oven. Je merkt dan meteen dat het materiaal flexibel is en vele vormen kan aannemen. Leg het op de mal en controleer of de plaat goed erop ligt, zodat deze op de juiste manier wordt vacuümgevormd. Tijdens het vacuümvormen neemt het materiaal eigenlijk meteen de vorm aan van de mal. Als de temperatuur van Himax minder dan 50 graden is, kun je het uit de mal halen. Het materiaal is nu afgekoeld en zoals je ziet heeft het de vorm van de mal aangenomen. Omdat vele bochten, vormen en hoeken mogelijk zijn, kun je zelfs de meest spectaculaire ideeën verwezenlijken. Ben je benieuwd wat de vervolgstappen zijn in het verwerken van deze schaal? Denk bijvoorbeeld aan het schuren of het nagenoeg onzichtbaar verlijmen. Kijk dan naar een van deze video's.